Nog net geen strafbaar feit, maar toch, Duitsers die dokter zijn, moet je altijd met die titel aanspreken. Die is zelfs een onderdeel van de naam in Duitsland. Die mensen hebben een rechte op dat je hen zo aanspreekt en dat gebeurt dan ook altijd. Tenminste volgens Nederlandse websites over Duitse omgangsvormen, over het zakenleven en Duitse cultuur. Lieve Leuten, welkom bij Nederlanden in Duitsland. Ik ben Zico van Dijk en jullie zijn zeker al abonnee. In Duitsland heb je het recht om met de correcte vorm van je naam aangesproken te worden. Maar is doktor eigenlijk een onderdeel van de naam? Je kunt immers de graad van doktor, het is eigenlijk een gaat, geen titel, dus je kunt de graad van doktor in je ID-kaart laten zetten. Ja,. Als je een nieuwe ID-kaart of paspoort aanvraagt, dan kun je de graad van dokter Dalaten laten registreren. Dan staat voor je achternaam De RE. Dat kan op basis van de wet waarin de ID-kaart wordt geregeld. Dus alleen op basis van die wet en niet omdat de doktergraad onderdeel van de naam zou zijn. Maar ja, juist omdat de doktergraad in de ID-kaart staat. Daarom denken velen dat die dan ook onderdeel van de achternaam zou zijn en dat ze dan een recht erop hebben dat die dan ook wordt gebruikt. Die gaat van dokter. Hoe dan ook, hoe zit het in de praktijk? In Nederlandse teksten lees ik vaak dat hier alle Duitsers die dokter zijn als dokter moet aanspreken, dat al het andere onbeleefd zou zijn. En dat klopt zeker niet. Sommige Duitsers willen dat, andere nicht. Und in der Praxis habe ich selbst noch nie gehört, dass jemand ausdrücklich das hebt Maar Ma ja, was sind der allgemeinen Regeln hierover? Regel Nummer één, Hoe Je formeller eine Situation ist, desto wahrscheinlicher ist het dass der Rat Wort gebraucht. Dus in dem Plenum von der deutschen Bundestag, het Parlament, spricht der Vorsitzende, ein spreker mit der Rat an. Das Wort hat die Abgeordnete Frau Dr. Müller. Maar in het debat selbst Of in de wandelgangen onwaarschijnlijk. Regel nummer twee. Als je zelf dokter bent, dan ga je anderen niet met dokter aanspreken. Want dan zou je de indruk wekken dat je zelf zo wil worden aangesproken. En dat zou gênant zijn. Dat heb ik tenminste ooit als student gehoord. Maar of iedereen die regel kent en toepast. En ja, dat creëert natuurlijk ook eerder een aparte groep van mensen die het niet hoeven te doen, maar anderen wel. Regel nummer drie, als je ergens bij één iemand de graad vermeldt, dan moet je dat wel bij iedereen doen. Dan is het veiliger om de graden, bijvoorbeeld bij een conferentie, allemaal weg te laten, want bij sommige deelnemers weet je het ook niet. Als je wel beslist om academische graden te vermelden of in een aanhef te gebruiken, hoe doe je dat dan in het Duits? De gebruikelijke afkortingen zijn prof en dr, die zet je voor de naam. Ist jemand mehr dann één Doktor geworden, dann ist es Dr Dr. Vonaf der derde schreife ich dann Dr. Mult. Ich muss bei den dubbele Doktors trouwens altijd an Bonsch-Präsident Gustav Heinemann denken. Die stond ob dass sein Medewerkers altijd Dr Dr. schreven. Und in den Wandelgangen noemden sie hem dus Gustav Gustav. In Duitsland krijgt een dokter altijd een toevoeging. Dr. Phil bijvoorbeeld, is gebruikelijk in de geesteswetenschappen. Dat soort toevoegingen laat hij gewoon weg. Die gebruikt hooguit de wel zeer geleerde meneer op zijn eigen visitekaartje. De weledel zeer geleerde meneer, de weledel zeer geleerde meneer, de weledel zeer geleerde meneer. Nog een keer. Trauens, die Nederlandse Ansprechformen, so als wel sehr gelehrte oder bis bestaan in Deutschland nicht. Wie jemand je persönlich mit dem Titel an? Als Herr Doktor, auf besser als Herr Doktor Müller. Allein Doktor sollte korte de Bucht sein. Und wie mit den Frauliche Formen? sommere Frauen wollen Frau Doktor Müller sein, andere Frau Doktoren Müller. In das letzte gilt vor allem vor Frau Professorin Müller von bei ein Frau Professor man traditionell an der echtre Note von meneur Professor denken. Ein gebruke der Doktor in der Ahne von einem Brief ehrlich gesagt ich selbst la dre weg, aber bei einer Professor, die ich noch nicht so gut kennen, will ich dann doch nicht sonder. Mein oblossing sehr geehrte Frau Professorin, liebe Frau Müller Mijn ervaring is dat mevrouw Muller het antwoord dan gewoon met Erika Muller ondertekent. Dus of ze misschien stiekem slecht van me denkt, omdat ik dat zo heb geschreven, dat hoop ik dus niet. Nee, in de praktijk heb ik nooit gehoord dat iemand zich druk heeft gemaakt over de gaat. Ja, en ikke, zelfs aan universiteiten in Duitsland, zegt bijna niemand dokter tegen mij. Wat er wel gebeurt, is dat ze zeggen. Lieber Herr van Diek, auf dazu zu schreiben, sehr geehrter Herr Dijk. Und weet je hoe ich dann reagiere? Dann frage ich, ben jij eigentlich al also op mein Kanal geabonniert? Liebe Leute, bedankt für's het kijken, man sieht sich. Wel eerel zegge geleerde heer. Wel eerel zegge meneer. Wel eerel zegge geleerde 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 meneer. Wel eerel zegge meneer. Wel eerel zegge meneer. Wel eerel zeer geleerde meneer. wel Edel zeer geleerde meneer. Wel meneer.